Alles weten over het Apeldoornse voetbal? FC Apeldoorn. Welkom bij FC Apeldoorn, het programma waarin we praten over het Apeldoornse voetbal. En vandaag zijn we weer voor de tweede keer bij Victoria Boys. We waren hier al eens eerder. En ook vandaag praat ik met een afvaardiging van het bestuur. Doe ik aan het einde van de uitzending. Uiteraard hebben we ook weer onze analisten aan tafel. En gelukkig, ze zijn weer compleet. Maar om te beginnen zit ik met een afvaardiging van de beide selectieteams. Dus dames 1 en heren 1. Namelijk Jan-Dieter Bezem en Lisa Bezem van het damesteam. En van het herenteam heb ik Martijn Jongbloed en Jeffrey Materes. Maar ik wil ook nog even iemand anders voorstellen. Want als u af en toe denkt, ze kan de lach niet inhouden, dat klopt. Want schuin tegenover mij zit Vic de Vos. Dat is de mascotte. Hij zwaait vriendelijk naar de camera. Super dat hij er ook bij wil zitten. Nou ja, dat maakt de sfeer al gelijk een stuk ontspannen, toch? Precies. Staat hij ook bij jullie wedstrijden? Nee. Nee. Helaas? Nee. Nou, wat flauw. Nee. Ja. Nee. Ik ben hem wel rond zien huppelen, hoor. Dat... Ja. Je mocht ons wel aan. Ja. Ja. Ben jullie al eens langs de lijn gestaan? Ook niet. Ik heb hem wel een aantal keer al gezien bij hier rond de club. En hij duikt nog wel eens op. In te huren bij feesten en partijen, zoiets? Oh ja, ik denk het wel hoor. Okay. Als het hem niet vraagt. Dan, Maar als jullie gaan handhaven, komt hij er ook wel? Nou, dat is bij deze, lijkt me dat een goede afspraak. Zeker. Even naar rechts. Zeker. Ja. 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 Want jullie zitten wel in een lekkere flow de laatste weken. Ja, absoluut. Ja. Ja, jij bent natuurlijk het hele seizoen al betrokken. Raar seizoen lijkt me. Ja, zeker. Na de vorige keer dat we elkaar hebben gesproken. Hè, toen hadden we het over periode. Dat is ook gelukt vorig jaar. En nu is het heel anders. Ja. Maar de positieve sfeer zit er weer in. En na de winterstop gaat het eigenlijk best wel goed. Ja. Nou ben jij halverwege het seizoen ingestapt. Dat lijkt me ook wel bijzonder. Ja, dat is gek. Eigenlijk meer als speler begonnen. Van het tweede elftal weliswaar. En af en toe mocht ik met het eerste meedoen. En ja, toen overgenomen van Wilco. Ja, en best wel gek om natuurlijk tussentijds even in te stappen. Ja. Nou, maar het gaat, wat we net al zeiden, het gaat lekker de laatste wedstrijden. Ja, de laatste wedstrijden is het, valt het uiteindelijk ook een keertje de goede kant op. En dan zie je ook hoe gek voetbal kan zijn. Wat een aantal overwinningen ook wel weer kan doen. Want vertrouwen is Een uitoverwinning bij titelkandidaat Zalandia. Ja, dat doe je niet zomaar even. Nee. Wat ging er dan die wedstrijd goed? Wat je zegt van ja, toen lukte het wel. Ja, je moet in dat soort wedstrijden ook wel een beetje geluk hebben. Heel eerlijk. Ja. Maar het is al weken. Ik denk, als we de afgelopen anderhalve maand kijken. Er is zoveel strijd en weer een stukje geloof in dat dan voldoende kan zijn om tot een goed resultaat te komen. Ja, dat met een stukje geluk erbij. Ze zijn fit. Dus dat helpt ook wel, dat we de groep weer een beetje meer compleet hebben. Ja, dan zit zo'n verrassing er ook wel eens in. Ja. Oké, hoe gaat het bij jullie dit seizoen? Nou, hetzelfde als Martijn heb ik ook in februari de groep overgenomen. Daar was ook een trainer weggegaan. En ik heb wel eerder vrouwen getraind, maar niet op dit niveau. En dat bevalt me heel erg goed, maar ook wij zitten in een moeilijke situatie. Wij zitten nog wel boven de streep dat we erin blijven. En we staan 4 puntjes voor op de nummer 3 van onder. De onderste 2 krijgen we nog. Dus dat is wel gunstig. Maar soms gaat het goed, soms niet. We hebben wel behoorlijk wat punten gehaald. En aankomend weekend krijgen wij dan een tegenstander die onder ons zit. En als we die winnen, dan kunnen we ons waarschijnlijk al handhaven. En dat is wel belangrijk. Wat voor wedstrijden moet je nog? Tot 3. Drie. Ja. Oké. Okay. Ja, hoe beleef jij het seizoen? Ja. De start was niet echt denderend. Het was... toen ook tegen de koploper 7-1 verloren. Dus dat was echt wel een flink nare wedstrijden. Het was veel gelijkspel, veel verlies. Dus het liep gewoon echt niet lekker. Maar nu zijn we ook echt beter aan het voetballen. We hebben er ook weer meer plezier in. We hebben het vertrouwen in elkaar. En we hebben nu ook echt, wat we afgelopen weekend zeiden we ook, we hebben echt weer plezier gewoon tijdens de wedstrijden. En we zijn gewoon weer lekker aan het voetballen. Dingen gaan ook meer goed. In het begin ook, wat ze ook zegt, soms heb je gewoon echt pech aan je kant staan. En gewoon niet dat het net voor jou even goed gaat.
Maar nee, nu gaat het eigenlijk wel stukken beter. Dus ja, dat is wel heel fijn. Dan zie ik, toen ik de namen doorkreeg, dezelfde achternaam. Ja, we zijn familie. Ja, ja, ja? Dat klopt. Ja. Nee, het is mijn dochter. Ja. En de afgelopen anderhalf jaar heb ik veel wedstrijden gezien. Ja. En ja, op een gegeven moment werd gevraagd of ik het wilde overnemen. Ik train zelf ook al 40 jaar. Ja. Dus ja, en dat vond ik leuk. Ik ken het team goed en ja, ja, ik was wel enthousiast over de speelsters. Hoe was het voor jou, Lisa, om dan een keer je vader als trainer te krijgen? Ja, nou, hij is al een keer eerder mijn trainer geweest. Dus... En dat was echt toen ik 12 of 13 was of zo. Dus ja, ik heb het al die al... leeftijd gebeurt dat vaker. Maar ja, nou, ik heb het al een keer eerder ervaren. Maar nee, ik vind, wij praten thuis zoveel over voetbal. En ook omdat hij heel vaak kwam kijken. We hebben het er zo vaak over. En ik vond het ook fijn, omdat hij ook het team al zo vaak had gezien. Dus het was ook niet heel gek of zo. Dus het was, nee, het gaat eigenlijk wel goed. Ik vind het niet gek of raar, het gaat wel... Nee. Martijn, ik wil ook nog even terugkomen op de zaalvoetbal driedaagse. Dan was jij trainer, maar op een gegeven moment had je bijna de beslissende zelf op je pantoffel geloven. Ja, dat was wel gek. Ja, ik heb het filmpje nog vaak terug moeten zien. Ook wel gedwongen dat de mensen het op je neus drukken, weet je nog. Ja, nou ja, die driedaagse, dat is altijd wel iets magisch voor ons geweest, omdat we... Victoria Bosch wordt toch altijd wel gezien als een klein clubje. Maar de 6 of 7 edities daarvoor hebben we continu de halve finale gehaald. Tot de ene laatste editie dat we zelfs tweede werden. Dus, maar hoe gaat dat dan langs? Ga je dan in één keer zeggen van jongens, ik ga niet op mijn schoenen even strikken. Ik ga meedoen. Ik speel zelf ook al een aantal seizoenen in de zaal met ook veel jongens. Dus dat, en ik begon het seizoen als speler, dus dat hadden we wel wat doorgesproken. Maar ja, nou, we moeten het ook niet groter maken dan het is hoor. Ja. Ik vond het wel grappig om te zien. Was jij erbij bij de zaal? Ja. Nee, we spelen ook samen in de zaal, ook bij Victoria Boys. En dan is hij ook keeper. En dan spelen we met meevoetballende keeper. Dus dit was wel een optie dat je de tegenstander kan verrassen. Ja. Ja, dan zit je natuurlijk ook bij een betaald voetbalclub. Merk jij er wat van? Dat hij toch wat dingen meeneemt met zijn ervaring bij Go Ahead. Dat het toch even wat anders is dan een... Ja, zeker. Martijn is al eerder trainer geweest, hè, 3 jaar bij ons. Toen was ik ook speler onder hem. En je merkt ook wel echt dat hij daar heel veel heeft geleerd en nieuwe dingen meeneemt. En dat het tactisch allemaal een stuk diepgaander is. En dat we af en toe eerder hem af moeten remmen van dit begrijpt niet iedereen dan dat we moeten zeggen. Het is maar vierde klas nu. Ja, precies. Ja, want ja, dat lijkt me voor jou ook wel een hele... omschakeling zou ik bijna zeggen. Van het ene moment sta je dan bij de onder 21 van Go Ahead Eagles. Dat zijn toch jongens die op punt staan om door te gaan breken naar het betaald voetbal. Ja, en dan met alle respect, nog geen 24 uur later sta je dan met een vierde klas zonder amateur. Ja, soms is het zelfs een paar uur later natuurlijk, of op het trainingsveld. Maar ja, ik vind die schakeling is niet heel gek. Vroeger was dat met een jeugdelftal of met Robuur natuurlijk een beetje hetzelfde gehad. Hier ben ik met mijn vrienden, dus dat is dan weer een heel ander vlak. En je traint lekker met elkaar en we willen de swing in de club er ook een beetje in houden. Is dat druk ook wat minder voor jouw gevoel hier? Dat was het de eerste periode als hoofdtrainer wel. Ja, nu is dat iets minder. Misschien ook wel, trainen blijft toch een ervaringsvak en ja, dat die druk er ook wel afhaalt. Ja, weet ik niet. Maar het is gewoon leuk om met die gasten te werken. En het is ook echt een Victoria Boys groep. Dus dat is nu heel erg mooi. Allemaal jongens die hier al jaren spelen of vanaf de jeugd al spelen. Dus het is gewoon mooi met dat soort gasten aan het werk te gaan. Ja. Ja, dan ben je ook, wat je net ook zei, tussentijds ingestapt. Ga je volgend seizoen verder? Ja. Ja, ik heb er wel een tijdje over na moeten denken. Ik ben niet meer de jongste. En ik vind het altijd wel leuk dat er een jonge vent voor de groep staat met zijn enthousiasme. Maar goed, iedereen van de groep wilde dat ik doorging. En dan ga ik dat nog een jaar doen. Ja, ja, wat ik me nog van vorige keer kan herinneren, jullie spelen best wel hoog. Ja, zeker. Want vorige keer was er zelfs nog sprake van om nog een stapje omhoog te komen. Ja, we hebben toen nog na competitie voor promotie gespeeld, maar de eerste ronde lagen we er al uit. Maar het was ook echt niks voor ons geweest hoor. Topklasse vrouw is toch nog wel echt een stapje hoger dan hoofdklasse. Dus, zou dat dan bijvoorbeeld betekenen in jullie geval ook een keer extra trainen? Moet je dan dat soort dingen ook gaan denken? Ik denk het wel, ja. Dan wordt het allemaal wel iets serieuzer en wat fanatieker. Wellicht ook verder weg. Ja, dat kan niet. Ja. Nee, maar wij gaan al heel ver weg. Eindhoven, Sittard. Zover? Ja, Tilburg. Dat is voor jullie dan wel even...
Makkie dan, hè? Het is echt een zondag. De hele zondag zijn we ermee bezig. Dus, ja. Nee, als ik hoor Sittard. Ja. Ja. Maar dan ben je wel even onderweg vanuit Apeldoorn. Dat klopt, dat klopt. Ja, dan nee, maar 3 keer trainen is, zou best een optie kunnen zijn. Maar goed, deze dames hebben ook andere dingen te doen. Ja. Dus ik denk niet dat we daar direct aan denken. Nee. Maar volgend jaar wel beter presteren dan we dit jaar gedaan hebben. Ja. Dan ga ik het een keer omdraaien. Blijven de dames erin? Tuurlijk. Ja. Blijven de heren erin? Ik denk het wel. Ja, 4 punten achterstand met nog een aantal wedstrijden. En de flow waar ze in zitten, denk ik zeker dat zij een kans maken. Ja. Ze gaan het seizoen gewoon verlengen na competitie en dan volgend jaar gewoon weer 4e klas. Ja, hoop ik wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, dank jullie wel voor de toelichting. Ik zou zeggen, allebei de teams natuurlijk nog heel veel succes dit seizoen. En dadelijk gaan we natuurlijk weer met onze analisten verder praten. Ja, zoals u gewend bent, gaan we weer verder praten met onze analisten. Vic de Vos is inmiddels vertrokken helaas, is niet meer in de ruimte. Want ik heb begrepen dat hij ook een goede analist is, maar onze vaste analisten die kunnen het ook goed. Waar gaan we mee beginnen? Voetbal of volleybal? Nou, ik denk met het begin. Met het begin beginnen, ja. En het begin kan niet anders zijn, denk ik, dan dat we het even moeten hebben over de ongeregeldheden bij het jeugdvoetbal. Met dus, name in het Apeldoornse. Ja, in 2 weken tijd... 3 ploegen die betrokken zijn. Nou, dit vind ik wel heel erg bedenkelijk. Je kunt de krant daar niet opslaan na een weekend of er is ergens wel iets gebeurd. Ik zal geen namen van clubs noemen, maar het Apeldoorns voetbal is er wel bij betrokken. Ik denk dat het nou toevallig 2 keer in de krant staat, maar dat het veel vaker gebeurt. Nou ja, dat valt in ieder geval wel op, ja. Maar waar gaat dit naartoe? Ik bedoel, discutabel. Waar gaat het met dit hele land naartoe? Ik denk dat het niks met voetbal te maken heeft. Ik werk ook in het onderwijs en als ik dan ook zie wat daar af en toe kan gebeuren, dan denk ik, ja jongens, dat natuurlijk. Ja, dat kan wel zijn, Belinda. Dat is een hele maatschappij. We hebben het over het Apeldoorns voetbal. Ja. En ik denk dat we daar niet omheen kunnen om daar toch iets van te gaan zeggen. Nee, dat ben ik met je eens, maar ligt de oorzaak bij het voetbal? Dat denk ik dan weer niet, maar nogmaals, het valt wel op dat ieder weekend een Apeldoornse vereniging, ik laat in het midden welke vereniging dat is, maar er gaat iets natuurlijk totaal de verkeerde kant op, ook bij het jeugdvoetbal binnen het Apeldoornse. Wat gaan we daar dan doen? Ja, weet jij het? Kan je het aanpakken, denk ik. Ja, maar dat gebeurt niet in Nederland en dat is het probleem. Nou ja, dan moet het misschien goed gedrag belonen zijn of zoiets. Hè. Dat werkt ook altijd nog beter. Maar weet je, is het een voetbalding? Ik weet het niet. Ik hoor het niet bij hockey, ik hoor het niet bij voetbal, ik hoor het niet bij, bij volleybal, niet bij handbal. Maar ik denk als jij zaterdagavond in een willekeurige stad in een uitgaansgebied gaat filmen of foto's maken, dan... Sinds 2020 hebben we korte lontjes, dat is zeker waar. Niet alleen sinds 2020, daarvoor ook al. Nee, maar misschien is het ook wel in dat wij ook vanuit deze groep, vanuit FC Apeldoorn gedachte, een signaal af moeten geven, misschien wel richting de sportraad, om daar iets van te gaan zeggen. Want we kunnen toch allemaal niet dood gaan zwijgen. Nee. Het kan wel zijn dat het in heel Nederland gebeurt, ook op andere plekken buiten het voetbalveld om. Maar ik vind het een beetje druk wat om te zeggen van, jou gebeurt overal, dus hier is het toch vrij normaal dat het ook bij... Het voetballen gebeurt. Het is helemaal niet normaal, maar... Nee, maar het is een maatschappelijk probleem en geen voetbalprobleem. Dat is eigenlijk wat ik ermee wilde zeggen. Oké, ik signaleerde het alleen maar dat het wel opvalt. En dat er eigenlijk aan iets anders zou moeten gebeuren. Ja, laten we hopen dat er meegekeken wordt door mensen die daar invloed op kunnen hebben. Want... Ik ben benieuwd. Ja, zullen we het over leukere dingen gaan hebben? Wat zeg je? Zullen we het over leukere dingen gaan hebben? Ja, prima. Zijn er nog leuke dingen dan? CSV Apeldoorn is de enige, denk ik, op dit moment. Nou, TKA doet het ook eigenlijk. Maar qua titelkansen, denk ik, alleen nog CSV. Ja, want Robert die heeft het natuurlijk vorige week hebben ze het al laten liggen. Ja. In de thuiswedstrijd tegen, als ik het goed heb, GSV. Ja. En anders was het gisteren een echte finale geweest bij AZC. Maar ik denk dat het nu al bekeken is, nu ze verloren hebben. Denk en weer wel. In de laatste minuut zo ongeveer dat ze er nog 1 om de oren kregen. 90ste minuut. Ja, maar ze hebben wel vaker. Dan staan ze er weer bij. En dan op de een of andere manier gaat het toch altijd weer mis. Ik wil nog iets positiefs noemen. Vorige week. De eerste overwinning van de Apeldoornse Boys. Ja, om er vervolgens zaterdag weer flink wat tegen te krijgen. Ja, ze hebben het de hele week gevierd, geloof ik. Ja, dat lijkt het wel op. Dus, ja, ik zag wel op Instagram een video rondgaan... van het laatste doelpunt en de euforie. Ik dacht van de huldiging op het Superplein. Maar, Had de burgemeester niks bedacht op het bordes of zo? die was erbij. Ex Apeldoornse Boys, hè? Ja. Ja. Misschien nog wel steeds Apeldoornse Boys. Nee, maar goed, we maken er wel grapjes om. Maar eigenlijk is het natuurlijk diep droevig voor zo'n club.
Ik vind het wel leuk dat ze dan toch dit seizoen nog een keer beloond worden. Want ja, dus weet je, ze staan er toch maar weer elke week. We zijn natuurlijk een aantal maanden terug daar geweest. Grote bewondering, grote bewondering voor die jongens die er elke week weer staan. Juist, elke week er staan, elke week het veld op gaan. Dat geldt voor Oudenbosch natuurlijk net zo. Ja, een doelsaldo van min 98, zag ik. Ja. Nog net geen onder dus. Ze moeten nog even. Ja. De competitie is nog niet klaar, Henk. HGOVV krijgt het toch nog lastig. Die de maand mei is heel erg belangrijk voor HGOVV. Kijk, HGOVV die krijgt nou 4 wedstrijden en dan moeten ze het seizoen nog enigszins goed maken. Ja. Van alle clubs die het slecht doen in Apeldoorn, vind ik dat HGOVV het allerslechtste doet. Ja. Want ja, van andere clubs verwacht je eigenlijk niet dat ze hoger gaan gooien. Maar met de selectie die HGOVV heeft dit seizoen, dan eigenlijk moeten die jongens zich diep schamen. Ja, we hebben het al eerder over gehad. Het is, wonderlijk. Het is het hele seizoen als Sinterklaas, hè? Ja, ze geven elke wedstrijd hoe ze de goals weer weggeven. Ja. Het is communicators. Zaterdag Heerde, dan moeten ze naar Zuidwolde. Ja, dan krijgen ze Hartelheim thuis en dan Epe uit. Je zou zeggen 12 punten, maar dat zeg ik het hele seizoen al, maar het gebeurt niet. We zijn benieuwd. Ja, Groen-Wit staat nu op de 6e plek. Stabiel goed. Ja. Nou, met alle blessures die ze gehad hebben. Weet je wat het mooie is? Je krijgt volgend jaar in die zaterdag derde klasse krijg je een fantastische afdeling. Als HGOV gaat degraderen, die komt dan in de derde klasse. Robert die komt in de derde klasse, misschien als ze niet promoveren. Groen-Wit die blijft erin. Clubs als Vios, Teugen gaat weer promoveren. Epe degradeert waarschijnlijk. Heerbeek kan er nog bij komen. Dan krijg je een geweldige afdeling. Ja. Wat een leuke competitie hier volgend jaar. We hebben een mooie competitie, klopt. Ja. Zeker. Ja, goed. We hadden het net over CSV. Ja, WSV. Ja, dat wordt Willeknijpen. Zonde, want dat ging ook een tijdje goed. Maar die hadden ook ik heb ze vorige week gezien tegen Bemmel. Ja, dat was dan een tegenstander waarvan ze eigenlijk hadden moeten winnen. Ja, en die verliezen ze. Dus ja, dan komt die achtste plaats, komt steeds verder uit zicht. Ja. En zaterdag hebben ze weer tegen een directe concurrent gespeeld, Duno. Ja, met een puntje schieten ze eigenlijk niet zoveel meer op. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het ook maar zo zijn dat CSV Apeldoorn, dat ze de voorlaatste wedstrijd uit bij WSV kampioen kunnen worden. Dat heeft de voorzitter van CSV afgelopen zomer bij de Apeldoorn Cup ingefluisterd bij de voorzitter van WSV. Wij gaan bij jullie kampioen worden. Dat zou maar zo kunnen, ja. Nou ja, ik denk dat WSV het qua omzet niet zo erg zal vinden. Dat denk ik ook niet, nee. Nee, ik denk dat dat wel een leuke... Het zou ook leuk zijn dat je het gewoon... Laat het voor het Apeldoorns voetbal dan ook maar hopen dat het daar gebeurt. Dan heb je in ieder geval een club die wel promoveert. Maar tot dusver is zeg maar die wedstrijd die club als WSV op zaterdagavond moet spelen. Ja, voor die clubs is dat eigenlijk niks, want er komt geen publiek. De omzet in de kantine is slecht. Ik ben ook regelmatig bij voorwaartswezen kijken. Nou, dat is toch een club die op zondagmiddag trekken ze altijd veel publiek. Maar je weet wat Cannibal ervan gezegd heeft, hè? De jongens moeten niet zeuren, die weten het van. Ja, nee. Ja. Nee, maar goed, maar voor een club is het natuurlijk wel... Het kost klauwen voor het geld. Columbia, officieel gedegradeerd nu. Ik denk al, we gingen er nog over, dat zullen wij doen. Daarom ben je ook in het zwart vandaag? Of? Ik had er eigenlijk gewoon een geel shirt onder. Gewoon zwart-geel. Ja. Een mooi want ook wij gewoon, zoals Martijn net zei, ook gewoon... Maar het zat er nog al een beetje aan te komen, Belinda. Ja, daar werd voor het seizoen al rekening mee gehouden. Het is niet anders. Het is niet anders. En kijk, als je nou wel elke keer die uitslagen ziet, dan denk je, ze zijn weggespeeld. Maar ook gisteren, daar had gewoon weer meer in gezeten. Maar ja, ook daar valt het gewoon elke week net verkeerd. Ja, maar dat zie je dan. Hè? Op de een of andere manier, die ploegen die onderaan staan, het valt altijd verkeerd. Ja, daarom. Nou ja. Jammer, maar opnieuw beginnen. Ja, nou ja, we hebben net al over de derde klasse gehad. Robu dus afgehaakt. Ja. We hebben nog na-competitie. Ik wou zeggen, die hebben gewoon na-competitie. Die hebben na-competitie. Dikke kans. Ja. Beekbergen. Ja, die krijgt het moeilijk ook, hè? Ja, Oudenbosch is natuurlijk ook al gezien. Ja. De trainer bij WWNA is weg. Ja, want dan gaan we een bruggetje maken naar de vierde klas. Nog iets over kunnen vertellen? Dus Christian, wat is er bij WWA allemaal aan de hand? Ja, het is een kerkhof, hè, voor trainers zou je kunnen zeggen. Het is de zoveelste in een paar jaar tijd, hè, sinds coronatijd al 4 of 5 trainers versleten. Bij de club waar het altijd zo rustig is. Hè? En een nieuw bestuur. Maar ook voortijdig in het seizoen al. Ja, rond Pasen is het volgens mij geklapt. En Jij gaat het nou overnemen? Of? Nee, naamgenoot Jansen gaat het overnemen. Ja, die maakt het seizoen af. En dat is het. Ja, weet je, het klikte niet meer. De trainer
Maar Rodi wilde dit jaar 5-3-2 spelen. En dat is in het begin van het seizoen erg goed gegaan. Hè? Ook tot de winststop stond ze ook bijna bovenaan. Hè? Bijna de periodetitel ook te grazen genomen. Ja, en na de winststop ging het weer minder. Maar ligt dat dan aan een trainer of toch aan de spelers? Nou ja, heel eerlijk. Hè? Dat moet ook aan spelers liggen. Ja. Ik bedoel, het kan niet zo zijn als er zoveel trainers sneuvelen. Want en de groep blijft redelijk hetzelfde. Nee, dat je het dan altijd aan de trainer het jaar gehad dat ze in die derde klasse speelden. Ja. In het begin. Maar Martijn die weet het ook nog wel. Die verloor toen als trainer van Rober. Verloor die van WWNA. En toen wonnen ze alles. En ja. Na de winststop hebben ze geloof ik geen punt meer gepakt. Met dezelfde een paar spelers. Gelijke spelen en dezelfde trainer. Van KCVO gewonnen. Nee, ja. Dat klopt. Dus, ja. En nu gebeurt eigenlijk hetzelfde. Hè? Winnen van Zalandia met 4-0. Dus ja, het is niet alleen aan Victoria Boys gegeven om daarvan te winnen. Maar WWNA kon het toen ook. En ook dik en dik verdiend. En daarna zeg maar als een kaartenhuis stort het in elkaar. En dat mocht de ploeg nog steeds hopen. Net als Albatros, want die gaan natuurlijk ook niet lekker in de vierde klasse. Nee. Een van die twee clubs kan er ook maar zo in de na-competitie uitvallen. Ja, ik zie nu de tussenstand WWNA 9 en Albatros 10. Ja. Je hebt een spiekbriefje. Ik heb een spiekbriefje, ja. Heel goed. Ja, jullie doen het niet. Dus nee, maar, Broekland en Voorst, dat zijn de zwakste ploegen in de vierde klasse E. En daarna heb je een aantal ploegen die gewoon heel dicht bij elkaar staan. Ja. Dus ja, Victoria Boys staat natuurlijk nog een eindje vanaf, maar die zitten wel in de winning mood. En misschien kunnen ze zelfs wel een periodetitel pakken. Hè, want, dat deed ze vorig jaar ook. Hè? Ja. En zondag heb je Albatros WWNA, hè? WWNA Albatros, klopt. Net andersom, ja. En dat is de winnaar die blijft. En de verliezer die mag op na-competitie gaan rekenen, denk ik. Ja. Een vijfde klas, teken aan. Gaat goed, hè? Gaat goed. Zien ze nog... Ja, ze hadden laatst eigenlijk volgens mij een inhaalwedstrijd bij Terwolde uit. Ja. Als ze die hadden gewonnen, hadden ze misschien nog een kansje gehad op het kampioenschap. Maar Terwolde zat er toch wel redelijk afgetekend bovenaan. Ik geloof dat ze nog één of twee wedstrijden minder gespeeld hebben. Maar de teken aan doet het gewoon goed. En dat hebben ze ook gezegd hier in de uitzending, hè? Dat het... Wie zien jullie volgend jaar een niveautje hoger spelen? Nou, in ieder geval CSV Apeldoorn. Ja, en de rest dat... Kijk, stel je voor Loenemark zou in de na-competitie tegen Beekbergen moeten. Hè, dan zou Loenemark dat gewoon kunnen redden. Dus maar dat is een club die ik wel een kans zou geven. Die hebben wel wat jongens erbij lopen die het kunnen. Tegen Klarenbeek laatst nog gisteren afweten. Maar Loenen is wel een ploeg die dat in theorie zou moeten kunnen. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Geef ik nog wel een kansje. Ja, en dat was het dan. Ja. Vorige keer heb ik het gehad over de spelerscarousel. Ja. Nou, er komt nog niet zo heel veel los. Maar het niet en je oproep heeft niet geholpen, hè? Nee, maar nog geholpen, ja. Maar er zit nog wel wat te broeien, denk ik. Ja. Dus hopelijk kunnen we de volgende keer wat actuele berichten daarvan. Ja, lanceren. En waar we vorige keer over hadden, het niet doorgaan van de sporthal. Dat is ook weer... Dat loopt ook weer, hè? Dat loopt ook weer, dus zo zie je maar. Heeft de wethouder van lokaal Apeldoorn heeft even bakcel moeten halen, denk ik. Ja. Dus dat is ook nog één gelopen koers. Sport staat naar Apeldoorn, hè? We gaan het allemaal afwachten de komende tijd. Dus dank weer voor jullie bijdrage. En de competitie gaat zijn ontknoping naderen. Dus ik hoor jullie graag de volgende keer weer met jullie analyses. We blijven het volgen. Zo is dat. Ja, en na de break gaan we verder praten met een aantal bestuursleden over de ontwikkelingen hier bij Victoria Boys. Ja, zoals gezegd gaan we verder praten over de ontwikkelingen bij Victoria Boys. Dat doe ik onder andere met voorzitter Rob Kramer. En hij heeft ook medebestuurslid Jerry Schaken meegenomen. En wat ik heel erg leuk vind, dat er ook twee vrijwilligers aan tafel zitten. We noemen het vaak hier in het programma. Zonder vrijwilligers geen voetbal. Dus ze zeggen speciaal welkom Lilian Rauwenhorst en Martijn Mulder. Ja, wat doen jullie als vrijwilliger? Wat wij doen als vrijwilliger? Nou, we zijn met name heel erg betrokken bij de jeugd van Victoria Boys. Een aantal dingen die wij voor de jeugd organiseren zijn bijvoorbeeld spooktocht. Maar we hebben ook pupillenkamp en de uitwisseling met Engeland hebben we weer opgepakt. Dus dat we met een toch een behoorlijke delegatie met 80 personen reizen wij volgende maand af naar Engeland. Dan spelen wij een toernooi. Welke leeftijdsgroep gaat daar aan de bak? Dat is 13, 14 en 15. Ja. Ja, super gaaf. En vooral heel veel sfeer, dus leuk. Ja. Lilian, hoe ben jij hier vrijwilliger geworden? Waarom vraag je? Ja, de club kan gewoon niet zonder vrijwilligers. En wat ik op momenteel mee bezig ben, is om te proberen om echt van de jongere generatie nieuwe vrijwilligers binnen te trekken. Ja. Dat is echt hoog nodig, want er moet echt heel veel werk verzet worden.
En ik denk dat we goed op weg zijn. We hebben echt meerdere klusavonden nu georganiseerd, waar echt steeds nieuwe gezichten te zien zijn. Dus hou de moed en komt vast goed. Ja. Ja. Dat moet jou als voorzitter toch wel goed doen. Dat is prachtig, hè? Dat is het, een van de gouden hanen in de vereniging, dat zijn de vrijwilligers. Ik zeg altijd maar zo, een vrijwilliger leunt op drie poten. Je hebt natuurlijk je voetballers nodig, je hebt je geld nodig, maar zeker ook je vrijwilligers. En zoals bij elke drie poten, als je er eentje onderweg zou halen, dan val je om. Ja, dan wordt het een hele instabiele... Dan wordt het instabiel, ja. Ja, ja, voor jou vooral de minis. De minis, ja. 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 Ja, ja, een van die pijlers, we beginnen gewoon onderaan, zeg maar. Ja. En dat is bij de minis. We hebben ook nog wel een groep voorzitter, dat is het peutervoetbal. Hoe oud zijn ze dan? Ja, peutervoetbal is vanaf 2,5 kun je al komen, zeg maar. En dat is echt heel, heel speels en laagdrempelig. Ja. En, maar vanaf de minis, dan gaan we echt gewoon leren voetballen eigenlijk. Ja. En dat is wat ik ook probeer te doen. En ja, dat is superleuk. Superleuke energie. En, leuk om die kleintjes bezig te zijn. Ja, ja, dat is echt leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja. Ja. Je moet ze er af en toe wel bijhouden, maar... Snel afgeleid. Ja, snel afgeleid, ja. Ja, meestal kunnen ze zich niet heel lang concentreren, nee. Maar dat maakt het juist leuk. En op zaterdag spelen we de mini-league. Dat is natuurlijk een Apeldoornse initiatief. En dat is ook dat is super gaaf om ook te organiseren zelf. Ja. Want hoeveel kinderen staan er nu op zo'n gemiddelde zaterdagochtend bij die mini-league op het veld? Wij gaan meestal met twee teams. Dus dan heb je al ongeveer over 10 mini-pubs, zeg maar. En er zijn een stuk of 12 veldjes. Leuk. Dus dan heb je 24 ploegen. Dus dat is een vol complex. Heb je Ja, maar jij zegt net, Lidian, er moet nog een hoop werk gebeuren. Kun je wat dingen opnoemen die op dit moment actueel zijn bij Victoria Boys? Nou, ook de bardiensten bijvoorbeeld is moeilijk. Omdat, ik denk, zoals bij veel verenigingen. Ja. Maar daarnaast zijn er ook echt qua onderhoud van het gebouw. Maar ook scholieren, voetbal, wat de activiteitencommissie allemaal organiseert. Ja. Er zijn wel handjes nodig en het moet ook weer opgeruimd worden. Het tent bouwen, van alles. Ja. Ja, en eigenlijk, soms zijn het maar een paar uurtjes waar je heel veel werk kan verzetten. En het is hartstikke leuk. Het is echt met elkaar, we hebben een hartstikke leuke club. Het is een superleuke vereniging. Het geeft je juist weer energie, vind ik, als je vrijwilligerswerk doet. Ja. Ja, ik hoor jou net een aantal activiteiten opnoemen. Het zijn eigenlijk allemaal activiteiten buiten het voetbal om. Is dat hetgeen waar je het onderscheid wil maken naar de jeugd? Ben ik het niet helemaal mee eens. Zo'n jeugd kwam naar Engeland niet, maar een spooktocht. Nou ja. Ja, een spooktocht is puur voor de sfeer en is echt gezellig. Ja. Maar met name bijvoorbeeld pupillenkamp. Over het algemeen hebben we 100 kinderen vanuit de club. Van allerlei leeftijdscategorieën die hier ook overnachten. Doen we allerlei sport en spel mee. Maar daarin is de sfeer binnen die club is zo bepalend dat die 100 kinderen, je merkt gewoon, ik weet nog zelf, toen ik met mijn zoontje de eerste keer hier op kamp ging, die kwam een week later op de club en dan zei de oude jongens, die tegen me, hey Ivan. Dan zei hij, hey. Ik zeg, nou, ken je die nou van? Ja, papa, weet je toch wel van pupillenkamp? En je merkt dat al die kinderen onderling zo'n verbinding krijgen met elkaar en ja, dat geeft mij ook wel echt energie als ik ochtends als DJ sta te draaien en het zit hier met 100 kinderen die het aan het ontbijten helemaal dol worden. Ja, dat is gewoon echt prachtig. Dat is echt mooi. Leuk. Ja, Rob, welke uitdagingen heb je momenteel als voorzitter hier bij deze club? Nou ja, de club op koers houden, maar ook vooral met nieuwe dingen bezig zijn. We gaan toch wel door, ondanks natuurlijk dat het soms best wel moeilijk is, maar wel door met nieuwe initiatieven. Zoals wij recent ook in de ledenvergadering het akkoord hebben gekregen om een kledingplan uit te rollen. In samenhang natuurlijk met de 11 Teamsports, een van onze belangrijke sponsoren. We gaan ook aan de slag, zijn inmiddels aan de slag gegaan met een robotmaaier. Wat zowel kwalitatief een impuls is voor onze velden. Maar ook financieel gezien gewoon een hele aantrekkelijke variant op wat we traditioneel deden met inhuur. Dus er zijn ook gelukkig wat dat betreft een heleboel echt wel goede ontwikkelingen, waarin je gewoon ziet dat die club van ons, die is vooruit aan het kijken. En dat zijn mooie dingen. Daar krijg je ook weer energie van, wat Lilian al zegt. Vrijwilligerswerk, het is natuurlijk best ook wel een bezigheid, maar het is ook wel hartstikke leuk. Het is echt wel verdienstelijk. En ik zeg altijd maar zo, het is een kurk van de maatschappij waar we op drijven. En dat vind ik ook, dat moeten mensen zich goed realiseren. Ook al onze ouders, leden. Het is niet vanzelfsprekend dat die bal rolt op een veld wat er netjes uitziet. Hè. Dat, er komt veel bij kijken. Maar het is leuk om daaraan bij te dragen. Ja. Probeer jij dan de ouders van de minis al te enthousiasmeren om ook iets voor de club te doen?
Ja, zeker, zeker. En ze vragen het zelf ook wel van, kan ik nog wat doen? Of, want we vragen het ook echt uit binnen de ouders. Heb je tijd over of waar ben je goed in? Dat is ook wel interessant, hè? Ja. Soms weten we niet eens dat we hele handige mensen als lid hebben. En we vragen het ook uit bij het lid worden van de club. Van, wil je ons helpen of waar ben je goed in? Dus dat doen we heel actief. En volgende week staan we toevallig met de ouders, die mogen meedoen met de training. Dus we hebben oude kindtraining. Oh, wat leuk. Dus dan moeten ze zelf aan de bak om te kijken van of er wel überhaupt talent zit in de ouders natuurlijk. Ja, dat over de kinderen, maar het is ook wel leuk om een keer de ouders een balletje te zien trappen, toch? Ja. Dus dat soort dingen proberen we ook te organiseren om de ouders te betrekken daarbij. Ja. Ja, want jij gaf het net ook al aan. We proberen mensen zover te krijgen om vrijwilliger te worden. Welke initiatieven neem je om mensen erbij te betrekken? Ja, wij zijn er inmiddels wel achter gekomen dat de beste manier is gewoon 1-op-1 vragen. Gewoon aanspreken. Wat kun je doen? Kom gezellig een avondje helpen. Maak de drempel vooral heel laag. Ja. Geen vaste verplichtingen. Nee. Maar, dat schrikt mensen af volgens mij. Als ze denken vrijwilligers, dan moet ik elke week. Ja. Nee, ga 2 keer achter die bar staan per jaar. Dan is het voldoende. Ja. Maar zo zijn we begonnen dus nu met die klusavonden. Nou, vanavond is het toevallig ook, zijn er weer allemaal mensen op de been. Ja, ik zag inderdaad toen ik hier aankwam lopen al een aantal dames de reclameborden schoonmaken. Ja. En dat zijn dan echt de vrijwilligers die dat... Het zijn de kleine dingen die je doen. En de kinderen die zijn op dat moment aan het trainen. Dus het is een kleine moeite om daar even een spons overheen te halen. Maar niemand gaat het natuurlijk uit zichzelf doen. Maar als je het met elkaar doet, is het gewoon, dan is er weer wat werk verzet. En dat is ook nog gezellig toch ook? Daarom. En afloop even een bakje doen en het is allemaal weer, toch? Want jij moet denk ik ook de nodige vrijwilligers hebben voor al die activiteiten. Ja, dat klopt, absoluut. Maar het is een hele familiaire club. Heel veel mensen kennen elkaar. Ik moet zeggen, ik train zelf ook een ontzettend leuk team, hele leuke ouders. En als ik een vraag stel, dan zijn er direct mensen die erop springen en die zeggen van, joh, vind het leuk om te helpen. Dus dan ligt daar dan een beetje ook de kracht van het sociale, van dat je op een gegeven moment voelt van, ik doe nog niks, dat kan ik eigenlijk niet maken. Dat je dat een beetje zo'n cultuur probeert te krijgen. Ja, maar ik denk vooral dat mensen het onderling gewoon gezellig hebben. En dat is belangrijk. Je moet het echt leuk vinden om naar de club te gaan. En we zien ook altijd bij wedstrijden dat er veel ouders langs de kant staan. En het is wel wat Lilian zegt, als je 1-op-1 vraagt van, zou je tijd hebben om daar even mee te helpen, dan... Dan merk je direct dat mensen bereid zijn. Alleen vaak als je in een groepsapp iets gooit, dan is het wel wat lastiger dat mensen opstaan inderdaad. Dus eigenlijk de tip die jullie naar andere verenigingen hebben, ga gewoon voor die 1-op-1 benadering en dan... Of kom bij ons voetballen. Ik denk dat het toch ook wel goed is dat we nog wel meerdere clubs hebben. Zeker, we hebben tegenstander nodig. Ja, daarom. Wat zijn de ambities de komende jaren? We moeten langzaam gaan afronden. Ja, in ieder geval willen wij de jeugd een flinke impuls geven. We zien daar ook best al wel een ontwikkeling, goede ontwikkeling. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is een woord, een werkwoord, een spreekwoord wat altijd opgaat en bij ons zeker ook. En voor de rest, wat wij heel belangrijk vinden, is dat er een goede aansluiting is tussen jeugd en de senioren. Dat echt ook de jongere mensen die zeg maar, naar een seniorenniveau toe gaan door hun leeftijd, dat die ook daar vooruitzichten zien en zeggen van daar kan ik dus ook mooi terecht. Hè. Ik hoef niet per se naar een andere vereniging of te stoppen zelfs met voetbal. Je kunt recreatief spelen, je kunt op prestatieniveau spelen, whatever you like. Het is allemaal beschikbaar. En het belangrijkste, dat willen we ook uitstralen, wat Martijn ook al zegt, dat we gewoon een fijne familievereniging zijn. Even aansluitend op je vorige gesprek met wat Henk van der Put aanraakte, hè, misstanden in de voetbal. Ik zal niet zeggen dat er bij ons nooit wat gebeurt. Maar het is wel altijd, als er iets gebeurt, dan zitten we er ook meteen bovenop. Hè. Voorbeeldfunctie begint bij jezelf en in dit geval ook vaak bij ouders. Die langs de kant staan en mochten ze zich voordoen, dan spreken we ze ook daarop aan. Maar ook collega-verenigingen. We hadden recent een situatie met een van onze trainers die echt een heel ongemakkelijke situatie had bij een andere vereniging. Ja, dan spring ik meteen in de communicatie naar de voorzitter van die vereniging en zeg, dit gaan we nu oplossen. Ja. Want dat kan niet blijven bestaan. Nee. En ik denk dat dat een manier is om het aan te pakken. Ik moet zeggen dat ik daar binnen onze vereniging wel tevreden over ben hoe het gaat. Ja. En gewoon dat de sfeer eigenlijk gewoon hartstikke positief is.
Ja, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Ja, dat was maar weer deze aflevering van FC Apeldoorn. Uiteraard zijn we er dit seizoen nog een aantal keren, want ja, we naderen de ontknoping. Voor nu bedankt voor het kijken. Natuurlijk ook Victoria Boys, bedankt voor de gastvrijheid en al jullie bijdragers. Vrijwilligers natuurlijk bedankt en graag tot de volgende keer.